Er is protest tegen de komst van windmolens. Het plan is om de windmolens langs de Rijn en IJssel te plaatsen, om zo de stad van meer groene stroom te voorzien. Vanuit de liggende wijken zijn zorgen en bezwaren omtrent gezondheidsklachten, geluidsoverlast en waardedaling van huizen. Bewonersverenigingen gaan wethouder Margreet van Gastel proberen op andere gedachten te brengen, in de hoop dat de windmolens niet geplaatst gaan worden.